Namens het seniorenorkest De Achterhoek heet ik u vanmiddag hartelijk welkom. U heeft gehoord, gelezen, dat dit prachtige orkest 20 jaar bestaat dit jaar. Stel je zich voor, 20 jaar terug, de initiatiefnemer Gerrit Hondorp, helaas niet meer in ons midden, startte met een handjevol muzikanten. Een pianist, een blokfluitist, ik geloof ook nog een violist en een paar blaasinstrumenten. En als u nou kijkt wat het geworden is, geweldig. Geef dit orkest een geweldig applaus. Het seniorenorkest De Achterhoek beschikt over een heel mooi outfit. Maar wij hebben besloten om vanmiddag voor u in feestkleding te musiceren. Dat is hetzelfde als vrije tijdskleding. Als je jarig bent, dan moet je trakteren. Dat hoort zo. Dat doen wij ook. Alleen wij trakteren u niet op een kopje koffie en een hapje erbij, of een drankje, maar wij trakteren u wel op een muzikaal onthaal. De hoofdmoot van dit muzikaal onthaal zal vormen de mars van Fanfare NS uit de bekende film van Bert Haanstra, Fanfare uit 1958. Ja, je bent senior of je bent geen senior, hè? Om een goed concert te geven, moet er gerepeteerd worden, geoefend worden. En ik kan u verzekeren dat elke donderdagmiddag heel veel enthousiaste leden, bijna zijn ze altijd allemaal, met heel veel plezier en inzet en met grappen en rollen oefenen. Nou, dat werpt dan zijn vruchten af voor vanmiddag, hoop ik. Want we hebben speciaal voor vanmiddag een aantal nummers ingestudeerd. En wil je een goed concert geven, dan moet je beschikken over een goede dirigent. Een goede dirigent die dit enthousiaste stel mensen in toom moet houden, in goede banen moet leiden. Want enthousiast zijn ze allemaal. En de man die dat in zijn mars heeft, is onze dirigent die ik graag aan u voorstel, Willem Lof uit Winterswijk. Willem, kom naar voren. Ik wens u, ik ben één ding vergeten, hartelijk welkom, speciaal welkom van woord aan de media. Geweldig dat u er bent. Wij kijken uit naar wat er van op de tv en elders tevoorschijn komt. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik wens u verder heel veel luisterplezier. Oh,
alle joren als het kan.